Hey, goedemorgen Roosje. Hallo. Laten we dan met deze doen. Kijk, Roos is ontzettend blij met de eigen camera. En Jan wil maar, daar blijven filmen. Maar een telefoon is zoveel makkelijker. Kijk, op de achtergrond, daar, zie je Connor en Mary. En Connor is een gast van 20 jaar en die heeft al 138 landen in de wereld gezien. En nu is hij hier in Zambia. En zijn doel is dus om alle landen van de wereld te gaan zien. En overal waar hij komt, te connecten met ministries, zendelingen. En doel is om te zien wat God in de wereld aan het doen is. En nu is hij hier. En wat een van zijn tactieken, denk ik, is dat hij gratis filmpjes maakt voor de mensen waar hij is, voor de organisatie waar hij is. Dat is Connor. Connor filmt getuigenissen van over de hele wereld. En het team vond het echt heel tof om dat te zien. Dit is een filmpje van een man in Liberia die een aanval van de rebellen heeft overleefd en echt alle eer aan God geeft. Let me just give you a story about my how I came to Christ. I became hired like any teenager. Wij hebben aan Connor gevraagd of hij onze werknemers kort kan interviewen en dat alle werknemers vertellen wat hun baan bij Elira Farm voor hem betekent. En dat was heel tof om te doen. Iedere ochtend vroeg heeft hij iemand geïnterviewd en ook iedere avond. En op die manier konden we precies in één weekend konden we iedereen interviewen. Dus al die filmpjes daarvan die komen binnenkort op social media. En we zien er naar uit. Using our different gifts and the different things that we're good at for the kingdom and glory of God. So like I love things with photography and video, so that's one of the things I do. But it's anything. I mean, there's so many different ways, whether it's cooking, whether it's here at the farm, whether it's writing or sports. There's a million different things that maybe we're interested in that we can ultimately use and just do it for the glory of God. Ik heb gelukkig wat shots in dit filmpje kunnen proppen met mijn camera. Want die is ook zoveel beter. Absoluut, zeker. Ja. Geen twijfel over mogelijk. Ja, ik ga er ook geen discussie over aan, want het is nog 6 uur in de ochtend. Ja, dat is niet een tijd voor ruzie. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later. Hey.